kan haken. We gaan vandaag een hele leuke fluffy wintertrui haken. Hij is echt lekker fluffy en hij is wijd. Maar ik zal je zo vertellen wat je allemaal nodig hebt. Eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar Iedereen Kan Haken. Want het is zo leuk om al die duimpjes omhoog en abonnees. En ja, er zijn zoveel video's dat ik afspeellijst aan het maken ben gegaan. Van haken dekens, haken vesten, haken truitjes, haken bloemen, haken voor carnaval. Ja, noem maar op. Ik vind het ook erg leuk hoor, dat jullie allemaal kijken. En we gaan zo beginnen. We hebben nodig 9 bollen van de... Even kijken. Deze. Papatilla Fluffy van Vera Pasha. Ik heb ze op de Creadoebeurs gekocht. Ja, per elke maat heb je 2 bollen extra nodig. Dus als je een grotere maat hebt, dan neem je 2 bollen extra. En dan gaan we beginnen. We beginnen met de Papatilla die ik gekocht heb. Papatilla Fluffy. En hier staat op 30 graden wassen, niet in de droger. Ik denk dat dit liggend drogen is. En hier staat op haaknaald 3,5 tot 4. Maar zoals je weet, ik ga haaknaald 20 mm gebruiken. Er zit 100 gram in een bolletje en dit is 33 meter. En het zal je merken als je dus begint dat ja, je hebt eigenlijk heel snel een pandje klaar. Want je doet per pand maak je met 2 bollen. En we werken in de lengte. Dus ik zal even voortekenen. Kijk hoor, papiertje pakken. Zo mee kan kijken en dan stil ik dadelijk even de camera op. We werken in de lengte en we beginnen hier met die 3 lossen. Even het papiertje omhoog houden. Je begint met je opzetketting, dus dit zijn je lossen. Dit zijn er 35 lossen. En dan zet je 3 lossen op en dan zet je op elke losse een stokje en dat doe je 5 keer en je werkt dus in de lengte en dan doe je 5 toeren 35 stokjes. Dus je pakt je haaknaald, haaknaald nummer 20. Zetten zo en je begint met een opzetlus. Kijk, dit is eigenlijk het gaar. Ik begin even opnieuw hoor. Het is net een touwtje en daar zitten dus hele mooie draadjes door geknoopt. En je ziet als je ja, het resultaat ziet dat het gewoon zo lekker zacht is, die wol. Kijk, en hij ja, ik heb deze kleur gekozen. Ik zal even kijken, hier staat kleur nummer 811 op, maar Vera Pasha die heeft ook nog andere kleuren. Dus je zet de opzetlus, haaknaald erdoor en dan begin je gewoon te tellen. 35 1 2 3 35 opzet steken en 3 lossen en dan zie ik je daarna weer terug. Als je klaar bent met je 35 lossen, dan doe je nog 3 lossen erbij. En dan gaan we aan de stokjes beginnen. En het lijkt een weerwar hoor, maar je zoekt eventjes zo die lussen op. En dan in die 4e lus, en dan in het begin moet je even zoeken. Daar zet je je eerste stokje. En die eerste 3 lossen die tellen als eerste stokje. Je slaat om, je steekt in, je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2. Is dit je eerste stokje? Dan ga je weer die volgende opening zoeken. Dus de volgende lus.
steek je je duim in, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan, door 2, omslaan, door 2. En zo zoek je elke keer de volgende lus weer op. Daar doe je je duim in en je maakt een stokje. Het is gewoon even wennen, maar het is wel heel leuk om te maken. En je garen, ja, dat gaat heel snel hoor. Je hebt bijna 2 bollen op als je je voor- en achterpand klaar hebt. En ik zal zo laten zien hoe het werkt met die voor- en achterpanden. Ja, nu eerst nog de eerste toer afmaken met de stokjes. Ga je weer de volgende opening zoeken en je maakt weer een stokje. Het garen echt, het is echt ja, mooi om te zien. Het is gewoon echt een touwtje met daar doorheen geknoopt zitten hier weer ja, mooi garen tussen. Dus je zoekt je opening. En bij Pera en Pasha hebben ze een bomberjek, geloof ik, gemaakt. En die hebben ze op haaknaald nummer 15 gemaakt. Dus je kan hem ook met haaknaald nummer 15 haken. Maar dan moet je even meten hoeveel steken dat je op wil zetten. Ik heb nu haaknaald nummer 20. Gewoon, ja, die heb ik al heel lang. En die wilde ik gewoon ook uitproberen. En het is goed te doen. Kijk, je krijgt hier nu openingen in tussen elk stokje. Maar als we nu dus de volgende toer gaan beginnen, ik heb iets minder opgezet. 1, 2, 3. Dan keer je het werk. En dan gaan we weer tussen die openingen, tussen deze openingen. En je neemt het eerste, deze eerste opening ook mee als stokje. Ga je omslaan. En je gaat tussen de openingen in een stokje maken. En daardoor sluit eigenlijk het patroon van de openingen zich weer. Dus tussen elk stokje in maak je weer een stokje. En zo ga je 5 toeren af. En dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo! Als je op het einde bent van je toer, dan zet je nog 1 stokje in de laatste opening. Kijk, dan is dit je laatste stokje. En dan ga je weer 3 losse haken. En je keert je werk. En zo ga je weer verder. En je steekt weer in die eerste opening en je maakt een stokje. En zo maak je 5 toeren. En dan leg je die panden even over je schouder heen, zoals ik het net uit heb gelegd. En je maakt er zo 2 panden. Voor de mouw zet je 12 lossen op. Plus 3 voor het beginstokje. En die meet je even om je bovenarm heen. En die haak je zolang als dat je je mouw wil hebben. Dus ja, dan zet je de panden aan elkaar aan de onderkant vast. En ik zie je zo weer terug. Ja, dan ben ik weer terug. Als je dus klaar bent met de panden. En er zijn best lange panden, want je zet 35 lossen op met 3 lossen en dan ga je op elke steek een stokje zetten. En dan zal ik even gaan meten, want dan kom je aan deze afmeting. En omdat het 35 stokjes zijn,
hebben we dus echt die panden in de lengte. En je maakt er 5 rijen van. Dus je hebt, ik zal het even laten zien. 1, 2, 3, 4, 5 toeren. 1, 2, 3, 4, 5 toeren. Ja, ik heb het even nageteld. Dus je hebt echt lange panden. En die panden die leg je dus zo over je schouder. En dan maak je er nog één. Weer met 35 centimeter. En dan leg je die ook over je schouder. En dan ga je het hier op dit punt. Hier ga je het vastzetten. Dus eigenlijk precies tussen het kuiltje van je borst in. Daar pak je die 2 panden. En daar zet je het vast. En dan ga je aan de mouwen beginnen. En de mouwen, kijk, die heb ik in het rond gehaakt. Zie je? Die zijn echt. Dus die afmeting moet hier om je bovenarm kunnen passen. En ik zal zo vertellen wat je nodig hebt, hoeveel steken dat we gaan opzetten. En dan heb je de mouw. En die mouw, die, ja, die meet je gewoon totdat je zegt van, nou, ik wil een lange mouw, ik wil korter. Ja, hoe lang dat jij hem hebben wil. Als je dus de mouwen klaar hebt, kijk, dit zijn de mouwen. Dat zijn de 12 stokjes met die 3 losse. Ik heb wel even die 12 stokjes, heb ik eerst aan elkaar, of die 12 losse, die heb ik eerst aan elkaar gezet, toen 3 losse en zo in het rond heb ik de mouwen gehaakt. En die maak je zo lang als dat jij wil. Kijk, ik heb hem zo lang als mijn mouw is gehaakt. En hieronder, hier ga ik gewoon een elastiekje doorheen rijgen. En daarmee zet ik eventjes die mouw gewoon iets meer aan mijn pols vast. Dus het truitje zet je vast gewoon tot het midden. Van onder naar boven naai je die met een gewoon een lekkere steek vast. En met hetzelfde garen. En de mouwen zet je erin. Je maakt de zijnaden vast. En ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Tot ziens!